digitale bouwers. Welkom bij een nieuwe update video. Mijn naam is Bert-Jan Leetink en ik ben consultant bij ExactBouw 7. In deze update video laat ik jullie een aantal nieuwe functionaliteiten zien. Waaronder het automatisch koppelen van medewerkers op basis van projectrollen. Bij het versturen van een inkooporder of onderaannemerscontract wordt de PDF als opdrachtbevestiging meegezonden. En het importeren van een termijnschema. Kijken jullie mee? Inkooporder en onderaannemercontract PDF. Bij alle inkooporders en onderaannemercontracten die een ExactBouw 7 aanmaakt, wordt er een PDF-bestand met de mail meegestuurd met daarop de optie om een handtekening te plaatsen door de leverancier of de onderaannemer. Medewerkers automatisch koppelen aan een project. De medewerkers die aan de projectrollen, projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder koppelt, worden automatisch aan de medewerkers die toegang hebben tot het project toegevoegd. Termijnschema importeren. Inmiddels is het mogelijk om met behulp van een Excel-bestand een termijnschema aan te maken. Dit scheelt administratief werk en is minder foutgevoelig. Vooral voor projecten met veel termijnen of afrekenstaten is dit een perfecte oplossing. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dien je te beschikken over de module Afrekenstaat aangenomen. Dit onderdeel vind je op het facturatietabblad binnen je projecten. Als je hier nog niet over beschikt, vraag dit dan aan via de chat in ExactBouw 7. Voor het importeren van een termijnschema dien je een Excel-bestand aan te maken met daarin als kolommen hoofdstuk naam, code van de termijn, omschrijving van de termijn, het aantal, eenheid, stuksprijs en subtotaal. Deze kolommen hoef je als kopregel bij de import niet mee te nemen. Binnen het project waar je termijnschema wil importeren, ga je naar het onderdeel facturatie en klik je vervolgens op afrekenstaat aangenomen. Klik op de groene knop plus termijnschema, vul het contact en eventueel de contactpersoon en klik op de knop termijnschema importeren. Sleep het Excel-bestand van het termijnschema naar het bestanden uploaden veld of klik hierop om het bestand vanaf je computer te selecteren. Selecteer vervolgens het btw-tarief wat voor het termijnschema van toepassing is en klik op de knop importeer. Indien er validatiefouten in het bestand zijn, word je hiervan op de hoogte gebracht en kan je deze oplossen voordat je het bestand verder importeert. Nadat het bestand succesvol geïmporteerd is, kan je deze in ExactBouw 7 nog controleren en eventuele wijzigingen doorvoeren. Nadat je dit gedaan hebt, kan je het termijnschema opslaan en vervolgens de aangemaakte termijnen factureren of hier een afrekenstaat voor maken. Bedankt voor het kijken naar deze update video. Wil je op de hoogte blijven van alle updates? Volg ons dan op social media of kijk op het klantportaal. Tot de volgende keer!